Voor de vakcentrale C47 is het tegengaan van de verarming van de werknemer de grootste uitdaging. Dit zegt Robbie Berenstein, voorzitter van C47, die vrijdag bij enkele kandidaatstelling is herkozen als voorzitter van de vakcentrale. Het gebeurde tijdens een bijzondere assemblee van de arbeid in het hoofdkwartier aan de Wanikastraat. Volgens Berenstein moeten enkele zaken die binnen de organisatie verbeterd worden. In het verleden zijn er namelijk wat fouten gemaakt en daaruit is geleerd, geeft hij aan. Het bestuur zal zich de komende periode voornamelijk richten op het ordenen van de interne organisatie. Waar we naartoe gaan en waar we naartoe moeten werken, ja, er zijn ook afspraken op dat stuk met de regering, is dat er een structurele verbetering komt in de, het scheef- en tariefensysteem. Waarbij zaken in feite periodiek automatisch moeten worden aangepast, de scheven en tarieven. Ja, die afspraak die staat nog recht overeind met de regering. En ik noem het om u als voorbeeld te geven van een van de uitdagingen, ja, die we voor ons hebben liggen. Ja. En daarnaast, en die zaken kan je niet in een CAO regelen. Je moet het in overleg met de overheid doen. Daarnaast heb je natuurlijk de zaken die met betrekking tot eigenlijk de motoren zijn die de verarming veroorzaken. Die koersontwikkeling. Ja. Er staan, heb ik begrepen, weer ontwikkelingen met betrekking tot de benzineprijs. Stroomverhoging is nog niet van de baan. En op dat stuk hebben we natuurlijk een heleboel zaken, ja, die we moeten, laten we zeggen, afspreken met de regering. Ja. De C47-voorzitter zegt verder dat de vakcentrale door het sluiten van goede cao's de situatie van haar werknemers significant heeft kunnen verbeteren. Maar daarmee heb je niet alle belangen van de werknemers behartigd, benadrukt hij. Ten aanzien van de verhouding met de regering moet met name nog een aantal zaken worden aangepakt, geeft Berenstein aan. 47 moeten we een aantal veranderingen aanbrengen. Maar ook extern, weet u, in onze verhoudingen naar buiten toe, ja, met partners, met overige actoren, met name met de regering. Ja, op basis daarvan gaan we dus een beleidsplan samenstellen. Ja, en binnen de komende 3 jaar dat zoveel mogelijk proberen uit te voeren. Maar er zijn in ieder geval een heleboel uitdagingen, gezien dus die situatie in het land. En het heeft natuurlijk, zijn is duidelijk te merken, heeft een enorme impact op die vakbeweging. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij is vrijdag bij enkele kandidaatstelling herkozen als voorzitter van de organisatie.